Hi, er werd het aangebeld en de koeienbox is al gebracht. Dus die had ik even niet verwacht, maar het is natuurlijk hartstikke leuk dat die er alweer binnen is. Ik heb hem alvast uit de doos gehaald en dit is het design. Wederom nieuw design. Ik vind het een superleuke box. Ontzettend leuk design. Het klinkt alsof er wel wat zwaars in zit. Ook alsof er iets... Er zit een soort belletje of iets. Er rammelt iets in ieder geval. Super benieuwd wat erin zit. Ik heb de telefoon bij de hand. Ik moet hem even openmaken. Zodat we kunnen gaan kijken wat Koeliebox zegt wat erin zit. Koeliebox, €24,95 per maand. En er zitten 5 tot 7 producten in, wat ze zelf zeggen. Over het algemeen zijn het er 5. Maar ze stopten wel heel vaak full-size producten in. Dus dat is, vind ik wel eigenlijk heel erg cool. We gaan gewoon kijken wat er deze keer in zit. Ik zal ze eventjes vertellen. Ze hebben deze maand geen thema. Het is de decemberbox. En wat zeggen ze? Neem nu het jaar ten einde loopt, even de tijd om stil te staan bij de reis die je bent begonnen. In een wereld vol drukte vergeten we vaak om ons op onszelf te richten. De beauty resolutions. Dit is dan de beauty resolutions December box, dus hij heeft wel een naam. Is ontworpen om je te helpen stil te staan, na te denken en de unieke essentie die jij bent te vieren. De feestdagen staan voor de deur en de temperaturen dalen langzaam. De winterkou is gearriveerd. Nou, zeker. Het is echt... Nou, het wordt nu alweer wat warmer. Maar het was eventjes best koud en we hebben al sneeuw gehad. Eens even kijken, waar was ik? De kou is gearriveerd, maar dat betekent niet dat je je schoonheidsroutine in... Wacht, hè? Maar dat betekent niet dat je schoonheidsroutine een winterslaap moet houden. Dat je schoonheidsroutine een winterslaap moet houden. Zo, nou, we zijn er. Verwen jezelf met de box van deze maand, waarin je een reeks luxueuze schoonheidsproducten ontdekt die ervoor zorgen dat je de hele vakantie blijft stralen. Vakantie? Er zijn een heleboel mensen die gewoon hebben geen vakantie, hoor. Eens even kijken wat erin zit. We beginnen natuurlijk uiteraard met de QR-code. Volgens mij doet hij het de laatste tijd alweer, maar ik heb hem gewoon via de site. Die doet het ook. Dus ik leg deze even aan de kant. Dus de site, gewoon de Koeliebox site zelf, die doet het. Althans, bij mij doet hij het weer. Dus dat is, die problemen zijn geloof ik helemaal opgelost. Dat is heel fijn. We gaan meteen kijken. Ontdek alle producten. Wat er als eerste in die box zit. Even kijken. We gaan hem openmaken. En als eerste zien we van Sandstone. Black & Bold Waterproof Liquid Eyeliner. Ik gebruik geen liquid eyeliner en al helemaal geen zwarte liquid eyeliner. Dus deze is niet voor mij bestemd. Het is een full size product. De waarde is €16. En zij zeggen... Oh, de voldoening van het creëren van het perfecte, precieze lijntje, nietwaar? De voldoening van het creëren van, van dat perfecte, precieze lijntje, nietwaar? Oké. Deze langhoudende Black & Bold Liquid Eyeliner van Sandstone Scandinavia heeft een diepe zwarte kleur en een puntig precisie applicator. Nou, die hebben ze meestal allemaal al tegenwoordig, want anders kan je er niet zo heel veel mee. Wanneer je gemakkelijk een precisie applicator bereikt om je oog te omlijsten... Met een dun lijntje of een intense wing. De eyeliner is waterproof, huidvriendelijk, veganistisch en geurvrij en gevuld met vitamine E. Dat is natuurlijk fijn dat er vitamine E in zit. Anti-aging, hè? Antioxidanten. Dat een anti-verouderd effect heeft en schade voor de zon tegengaat. Nou ja, ik weet niet waarom dat in een eyeliner zou moeten zitten. Maar oké, het kan geen kwaad dat het erin zit. Leuk voor mensen die liquid eyeliners gebruiken. Hoewel we dusdanig veel liquid eyeliners hebben gekregen. Inmiddels denk ik dat die nog lang niet op zijn. Maar dat terzijde. We gaan naar het volgende product. Even kijken waar ik het allemaal precies ga neerleggen.
voordat ik het allemaal weer terug in de doos stop en daarna vervolgens weer uithaal. We gaan naar het volgende. En dat is een... Dit is dit mooie witte doosje. En ik heb het idee dat dat een glasvuil is. Sarco Beauty. Nou moet ik even heel goed nadenken. Hebben we al iets van Sarco in de box gehad? Was dat een handcreme? Nou, weet ik niet. Weet ik niet helemaal zeker. En als, dat niet, als we er niks in hebben gehad, dan is dit een nieuw merk. En dat is natuurlijk wel fijn. Nou, is het wel zo? Is dit een glasvuil? Ik ga even kijken. Het is een full size, €20. Nailsvuil. Verzorg je nagel. Ja, met deze glazen nagelvaar. Dus het is inderdaad een glasvuil. Wat zeggen ze zelf? Het toppunt van elegantie en precisie. Een elegantie. De vuil zelf of nadat je je hebt, nagels hebt gevuild en ja, ze zijn maar elegant. Maar dat weet ik niet. Deze vuil is gemaakt van gehard glas, hoge kwaliteit en vormt en verfijnt je nagels moeiteloos met een zachte aanraking. Je duurzame oppervlak zorgt voor langdurig gebruik, terwijl de slank ontwerp een vleugje verfijning toevoegt aan je beauty. Nou, okay. Glasvuil. Hij gaat inderdaad een leven lang mee, in principe net als een diamantvuil, zo'n ijzeren vuil. Hè? Dat noemen we een diamantvuil. Als je deze laat vallen, is hij kapot. Dat is een ding wat zeker het is van glas. Nou, is het wel even heel belangrijk om te weten, net als met de diamantvuil, is een glasvuil ook heel hard en heeft een hoge grit. Dat betekent dat je dus niet dit moet gaan doen met je nagels, wat de meeste mensen wel doen met hun nagels. Hè? Dat ze echt die vuil beide kanten op gaan vuilen. Als je dat doet met een harde vuil, dat betekent de glasvuil of de diamantvuil, kan je je nagel beschadigen. En dan krijg je van die lengte strepen in je nagels. Dat komt meestal door zo'n harde vuil. Met zo'n harde vuil is het de bedoeling dat je alleen maar naar het middenvuil. Dus je gaat van de buitenkant naar de binnenkant, van de buitenkant naar de binnenkant. Dat moet je met deze veilig doen. Dus niet gaan zagen. Alsjeblieft niet. Het is echt finesse voor je nagels. Wel heel belangrijk om eventjes te weten. Voor de rest is het natuurlijk wel heel fijn dat het een vuil is die heel erg lang meegaat. Tenzij je hem laat vallen. Even kijken. Het volgende product. Weer een borstel. We hadden ook nog geen borstels. Want stel je voor, borstels gaan natuurlijk niet zo heel erg lang mee. Dus we hebben toch wel zeker 2,5 jaar nodig. Deze borstel is een full size, is €9. En maak kennis met de Matao. Dat is wel een nieuw merk. Matao Eco Hairbrush. Nou, dat vind ik wel leuk. Het is een nieuw merk. Is dat dan ook weer zo'n buigzame... Even... Ja, ik denk dat je deze kunt vergelijken met die andere brush die we hebben gehad. Weet je, die ging een beetje rond zo, dat was roze en die ging ook buigen. En dat was ook zo'n eco brush, die lost dan op een gegeven moment vanzelf. Maar dat is een paar jaar geleden. Het is echt een hele fijne borstel. Daar borstel ik nog steeds mijn haar mee. Die is zelfs zo fijn. Mijn man die gebruikt hem dan ook. En die heeft zoiets van, zo'n borstel wil ik ook. Die heeft er uiteindelijk zelf even gekocht. Omdat die... ik hem soms ergens anders heb neergelegd. En hij zei van, nee, ik wil er ook heen. Dus die vond hem heel fijn. Ik vind hem nog steeds heel fijn. Wat zeggen ze deze? Maak kennis met de Matao, denk ik. Haarborstel, je eco-vriendelijke beauty essential. Dit compacte wonder is gemaakt van biologisch afbreekbaar... Nou, tarwe, stro, tarwe, oké. En gerecycled pp en tempje manen... Op duurzame wijze. Oké, nu worden we al vergeleken met een paard. Fantastisch. Het zachte borstel. Met zachte borstelharen. Zitten er hier borstelharen in? Nee, dat is gewoon plastic. Dus dat zijn geen haren. Voor alle haartypes. Perfect om onderweg bij te werken. Onderweg. Wie neemt er een borstel mee onderweg? Oké, whatever. Zeg vaarwel tegen klitten. En hallo tegen een gepolijste look. Altijd en overal. Deze borstel is moeiteloos schoon te maken en gemakkelijk mee te nemen. Zodat je minder tijd kwijt bent aan verzorging. Minder. Nou, als je hem meeneemt, dan ben je dus meer tijd kwijt aan verzorging. Dan neem ik aan dat je hem ook gaat gebruiken. Maar, oké. Bimakai staat er ook als iets. Daar. Geen idee.
Maar oké. Okay, nou, leuk. Handig als reserveborstel. Dus die gaan we gewoon... Ik ga ervan uit dat die eigenlijk wel een beetje net zoiets als die... Ik weet niet meer welk merk dat was. Die andere borstel. Maar in ieder geval, die is fijn. Dus ik hoop dat deze ook fijn is. En dan is dit een leuke reserveborstel. Volgende product. Dat zal nummer 4 zijn. 4, dat is een hele grote bus. Een fantastisch gaaf kleurtje. Een roze bus. Full size. 11 euro. Geen idee wat het is. Scalp Love. Oh, droog shampoo. Nou, ik ben fan van droog shampoo. Ik gebruik vaker droog shampoo. Nou moet ik zeggen dat de ene droog shampoo absoluut de andere droog shampoo is. Ik had laatst een droog shampoo getest. En die zei dat hij geen witte laag op je haar zou leggen. Nou, ik spoot het erop. Echt van een kilometer afstand. Nou, echt... Gedaan zo op de hoeveelheid centimeters die ze zeggen. Want je moet het er niet bovenop gaan leggen. Maar je moet er echt even een eindje ervan af. Nou echt bam, wit. Ik was gewoon echt wit. Nou oké, okay. In de prullenbak heb je niks meer aan. Dus ik ben altijd benieuwd naar droog shampoos. Testen ze ook allemaal. Deze onzichtbare. Kijk, daar komen we. Hartstikke goed. Wortelversterkende superheld. Absorbeert dus hij. Weet je, als je wat vettig haar hebt. Geen tijd om... je haar te wassen, dan absorbeert het. Omdat het een beetje dat poederige, een beetje poederig is. Dus dat absorbeert het vet. Fantastisch. Maar een leuke bekomstigheid. Het geeft volume. Dus dat vind ik ook altijd wel fijn. Althans, de een geeft meer volume dan de ander. Dus ook daar zit verschil in. En ik heb ook wel eens droog shampoos gehad. Die maakt je haar enorm statisch. En dat vind ik echt verschrikkelijk. Dus ook dat zijn niet mijn droog shampoos. Dus het is echt kijken welke is gewoon fijn voor je haar. Dus ik ben hier benieuwd naar. Even kijken, waar was ik gebleven? Superheld. Absorbeert overtollige olie zonder de volledige hoofdhuid te irriteren. Waardoor je haar voller en frisser wordt. Perfect. Perfect. Voor tussendoor. Voor het geven. Want het geeft je lokken de uitstraling van een fris gefeunde look. Schud de droogshampoo voor gebruik en vernevel het direct over het haar aanzet. En masseer met je vingertop om volume of textuur te creëren. Dus schudden, sprayen en dan een beetje zo. En dan krijg je daar wat meer volume. Tadaa. En nee, dan zit het... krijg je wat volume. En zo werkt de droog shampoo. Dus ik ben wel voor de droog shampoos. Hartstikke leuk. Volgende producten hebben we namelijk. Dit was nummer 4. En ik zei dus net al, meestal hebben we 5 producten. Maar we hebben dit keer dus 6 producten in een box zitten. Misschien omdat het kerst is, ik weet het niet. En komt er nog een favoriet kleurtje. Roze zijn alleen van mijn favoriete kleuren. Maar paars ook. Nou, eens even kijken. Wat is dit? Ook weer een full size. Oh nee, nee. Oh nee. Het is geen full size. Ondanks dat het 150 ml is, is dit een deluxe. Oké. Waarde ook 11 euro. Nourishing and Gloss. Wat is dit? Een conditioner voor alle huidtypes. Voor alle haartypes. Met manuka honing, collageen en vitamine. Oké. Okay. Wat doet deze conditioner? Ik gebruik eigenlijk maar conditioner omdat mijn haar al zo enorm glad is. 150 ml is een deluxe size. Dat vind ik toch wel... Oké. Okay. Cool. Verwen je lokken met Nourish and Gloss Conditioner. Jouw geheim voor een glanzende finish. Dus je haar gaat hiervan glanzen. Verrijkt met biotine, collageen en vitamine E. Hydrateert het diep, kalmeert het de hoofdhuid. Dat is heel fijn, het kalmeert de hoofdhuid. Ik weet niet waardoor precies, maar door de honing. De honing herstelt en kalmeert. Even kijken, vitamine E is weer anti-aging. Collageen, ook anti-aging hè. Dat is stevig. Hydrateert, kalmeert, hoofdhuid, verbetert de vitaliteit van het haar. Ervaar gemakkelijk ontklitten van een zijdezachte structuur die lang houdt. Onthul een stralende gezonde look. Bij elk gebruik geef je haar de voeding die het verdient en geniet van moeiteloos mooie, super zachte lokken. Dit is ook een merk, Shake Bar. Is dat het merk? Ja, ken ik niet. Nieuw voor de Coodiebox. Superleuk. En dan het laatste product volgens mij. Eens even kijken. Wat zit hierin? Een doosje. Limited Edition Brightening Up.
Bright Me Up Serum. Full size, €63. Ik wil zeggen, waar zit de waarde in? Want het zijn niet stuk voor stuk enorm dure producten. Maar hier is dan een duur product, vind ik. Een gel serum met pineapple. Extract vitamine C en hyaluronic acid. Maar is dit gewoon een facial serum? Hartstikke leuk. 30 ml. Laat je huid stralen met Bright Me Up Serum. Verrijkt met krachtige ananas extract vitamine C. En vitamine C verheldert de look. Dus de kleine pigmentvlekjes kun je daarmee verhelderen. Vitamine C krachtpad die bekend staat om het verhelderen van anti-aging eigenschap. Oké. Die combinatie met een superhydratator. Een superhydratator. Dat is een mooi Scrabble woord. Superhydratator. Hyaluronzuur glijdt het serum moeiteloos over je huid. Serums kunnen soms heel vloeibaar zijn of ook wel wat lobbig. Ik vind het fijn als het er tussenin zit. Dus dat zal ik moeten proberen. Maar dat is van London Botanicals. Die kennen we. Daar hebben we ook wel zo'n oogcreme van gehad. Ik weet alleen niet of die oogcreme in de goodiebox zat. Maar sowieso in de Stijltoon hebben we er een keer een oogcreme van gehad. Die was ook wel fijn, moet ik zeggen. Dus ik ben ook wel benieuwd naar deze. Even kijken, waar was ik? Halverwege het verhaal iets anders aan het zeggen. Moet ik als ook. Hij zorgt ervoor dat het gladde, gezonde en gehydrateerd tint. Breng het 's ochtends of 's avonds twee pompjes aan voor de moisturizer. Meestal is één pompje al genoeg hoor. Voor een dagelijkse dosis huidliefde. Twee pompjes vind ik echt veel. Meestal zijn die dingen gemaakt, gewoon één pompje is genoeg. Ik vind het onzin om twee pompjes te doen. Oh, het is een tube. Pompjes. Echt werkelijk waar, er zit geen pomp op dat ding. Oh, die teksten ook. Twee pompjes. Sowieso al belachelijk, want anders dan één pompje is genoeg. Maar er is geen pompje. Er zit ook niet een pompje in. Denk van, goh, moet je er dan een pompje op draaien? Nee. Het is gewoon een tube. Het is helemaal geen pompje. Nou, ja. Nou, daar zijn we wel gewend van Coolibox, hè, dat ze mooie teksten hebben. Dus dit zal gewoon dan weer een hoeveelheid zijn van een of andere munt. Of een van je vingernagels. Die herkennen we ook. Dus, maar ik ben wel heel benieuwd naar deze. 6 producten, jongens. Een serum. Ik ben heel benieuwd naar. Droog shampoo. Ga ik zeker testen. En ik hoop dat het een leuke is voor mij. Dat het een fijn is voor mij. Want ik gebruik vaak droog shampoos. Een conditioner. Nou ben ik niet van de conditioners. Maar deze heeft wel leuke ingrediënten. Het kalmeert de hoofdhuid. Het geeft glans. Collageen, vitamine, honing. Dat ik er eigenlijk wel benieuwd naar ben. Om deze dus wel te testen. Glasvuil. Ik gebruik geen glasvuilen of diamantveilen, omdat ik dit wil doen. En dat kan met deze veil niet. Dus ik gebruik alleen maar houtveilen. Dat zijn van die buigbare veilen. En die kun je wel 100, 180 gritten. Dan kun je wel alle kanten zigzaggen, zeg maar. Eyeliner. Niet voor mij. Jammer genoeg. En een borstel. Ja. Een tijdje geleden hadden we ook een borstel erin. Nou, dat is een borstel die ik niet gebruik. Maar een paar jaar geleden hadden we zoiets erin. En dat vond ik wel echt heel cool. Die gebruik ik nog steeds, die borstel. Dus als dit er een klein beetje op lijkt. En dat idee heb ik wel als ik dit zo voel. En zeker ook omdat die zo fijn waagbaar is. Vind ik dit wel een hele mooie om op voorraad te hebben liggen. Om gewoon een extra borstel te hebben voor het geval dat. Want ze zijn ecologisch afbreekbaar. Dus ik ga ervan uit dat ze op een gegeven moment gaan oplossen of zo. Waardoor ze het gewoon niet meer zo goed doen. En dan heb je een nieuwe nodig. En dan heb ik er tenminste eentje op voorraad. Dus dat zijn 1, 2, 3, 4 van de 6 producten. Die ik toch echt wel ga gebruiken. Of in ieder geval ga proberen. En alleen de vuil en de eyeliner. Deze. Dat is wat ik hoorde. Wat zal er misschien een kogeltje in zitten. Net als met mascara. Of is hij gewoon kapot? Nee. Zo, het zit er waarschijnlijk een kogeltje of zo. Om het te kunnen shaken. Leuk. Ik vind het een leuke box. Geen één herhaalproduct. Dat vind ik heel fijn.
Ik vind het een leuke box. Ik had misschien wel iets qua kerstigs verwacht. Like make-up, oogschaduw of lippenstift of nagellak. Had ik misschien wel verwacht met kerst. Kijk, als je deze box in mei zou krijgen, zou het ook prima zijn, weet je wel. Er zit niet een feestelijk kersttintje aan deze box. Dat is het enige wat ik zo een beetje mis. Maar ja, dat is ook eigenlijk gewoon muggenzifterij, mierenneukenij en wat dan ook. Dat is gewoon mijn probleem. Het is een leuke box. Absoluut. Ik ben heel benieuwd wat jullie van deze box vinden. Hebben jullie ook dezelfde box? Dat is dan ook wel weer een vraag. Want de mensen die nog maar net lid zijn, kan ook maar zo zijn dat die een box hebben met producten die wij allemaal al een keer hebben gehad. Ik ben benieuwd. Laat het weten alsjeblieft. Onder in de comments. Geef wat commentaar. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Abonneer hier ergens met een belletje zodat je het krijgt. Of abonneer op mijn kanaal. Whatever. You know the drill. Ik zou zeggen, hele fijne feestdagen allemaal. En ik zie jullie in het nieuwe jaar weer met de volgende Coolie Box. Doei doeg.